Hallo allemaal! Ik ben vandaag gezellig met mijn vriendin! Oh! Wij glazen. Nee, nou, wij glazen weg. Voor die glazen zelfs ja. Ook. Wat kinderachtig. Ah, ja, nee. Oh. Dat vind ik echt heel kinderachtig. Ik ga dit even regelen. Nou, we zijn gezellig met Anne, Sophie en Nina. En Lucie. Ja, we hebben lekker sushi met beestje. Heerlijk. En we zitten lekker buiten, want het ja, is zo lekker het is weer. Zo lekker weer. Dat is niet normaal. Ja, we gaan gewoon eten. We gaan gewoon lekker. We gaan ook live. Dus ja. Ik ga dit even buiten beeld regelen. Heel, hangt hier een slak. Nou, dat vind ik wel fijn. Waar? Heel, ik heb een slak. Heel. Nee, niet kapot. Niet doodmaken. Bijna in deze glazen. Helemaal dood. Ja, hoe gaan we wijn drinken dan? Oh ja. Nou, dan moeten we wel die glazen. Nou, op. Nou. Ook gewoon niet het water opdrinken. Oké. Okay. Is niet echt. Oké, nou cheers! Ja, cheers meiden! Cheers! Hoe lang zijn wij vriendinnen? 3 jaar. Ja, ja precies deze week. Ja, we moeten even iemand in de video benoemen die er nu niet is. Ja. Boven ons schoten. Boven hoort er ook bij. Wij zijn altijd met z'n vijven. Ja. We noemen elkaar de CPP, dat is onze groepsnaam. We gaan niet zeggen waar dat voor staat. Nee, we gaan niet zeggen waar dat voor staat. Het slaat ook helemaal nergens op. Nee, dat is ook niet de bedoeling nu. Nee. Maar we worden weer gecanceld van TikTok. Nou, ja. Ik heb nog nooit een vriendinnengroep gezien die een afkorting heeft, zeg maar met 3 letters. Random letters waar het nergens iedereen staat. Iedereen zegt ook altijd, wat is CPP? Ja, ja maar het slaat ook helemaal niet op onze vriendengroep, want nee. We doen het bijna niet. Nee, Okay. Die naam hebben we al gewoon ooit bedacht. Wil we zelf maar moeten 3 jaar geleden. 13 mei 2021. Hoe de fuck weten jullie dat nog? Ik weet dat als de dag van gisteren. Ik ook. Nee, maar schat, ik had het gestuurd. Toen was die groep aangemaakt. Maar heb je dat in je agenda gezet? Ja. Nou. Dan ben ik jij had echt het in zo cute. Ik had in mijn agenda gezet. CPP 3 jaar. Dat is echt ongekend. Ja, dat is ook leuk. Ik wist niet dat ik hier zoveel zin in had. Tot ik een hapje ervan had. Iemand reageert. Wat zijn jullie vakantieplannen? Oh! Hey. Het duurde eventjes, maar we hebben geboekt. Ja. Dus, het heeft 5,5 uur geduurd. Ja, dat is echt niet normaal. Nee. We hebben echt 15 mental breakdowns gehad. Ja. We hebben echt ook hoge ruzies, alles. Op een gegeven moment ben ik ook gewoon gestopt met bemoeien. Ja, maar iedereen is op een punt gekomen dat ze dacht, ik stop ermee. Ja, ja we waren er echt helemaal klaar mee. We hebben gewoon, maar we hebben echt van 8 uur tot 11:30. We hebben een hele wereldreis gemaakt. Ja. Alle landen hebben we bekeken. Ja. We hadden ook geen plan of zo, hè? Nee, we hadden gewoon alles leuk. Griekenland, ja. Albanië, maar, waar zijn Spanje. We gaan dus naar... Ja. Creta! Hoe heet die plek nou? Retinos? Retinom. Retinom of zo. Gisteren zei een vriend van Marco, hey, daar ben ik ook geweest, vader van Sil. Oh, echt? Ja, die was er ook geweest. Ja, was heel leuk. Creta schijnt sowieso leuk te zijn. Mm-hmm. Ja, Griekenland is sowieso leuk. Ja. Maar zeg maar, alle landen zijn voorbij gekomen. Ja. Malaga, Mallorca. Sakintos. Lefkas. Gewoon letterlijk elke Grieks eiland. Elk Grieks eiland, ja. En op een gegeven moment... En dan gingen we op elk Grieks eiland dan ook een Airbnb of een villa of een iets appartement zoeken. En elke keer kwamen we gewoon nergens. Want maar we ja, gaan dus over 3 weken ja, al, we hè? Gaan al fucking snel. En dus alles zit natuurlijk al lang vol. We wilden eigenlijk ook naar Albanië. Nou, ja. Oh ja, ja maar dat is ook een beetje upcoming. Het was zeg maar Creta of Albanië. En toen lukte dat allebei niet. En toen kwam alles erbij. En toen wilde ik eigenlijk weer naar Bonaire. Oh, Dex. Oh, er loopt hier even een hond. Oh, het is lekker joh weer. Ga ik als eerste pakken. Dit is jouw favoriet? Mm-hmm. Ga ik daar niet op. Dan ga ik daarmee beginnen. Nou, Retinom is heel leuk. Ja? Ik ben weer heel blij om te horen, want we hebben echt geen idee wat we aan het doen zijn. Daar kan je een beetje leuk stappen daar. Ja, weten jullie dat? Ja. Is er een beetje uitgaansleven daar? Naar welk land zouden we nooit op vakantie willen? Daar moet ik echt over nadenken, want nou, wat mij echt niet wel. Trekt. India. En China trekt me allebei niet. China meer, maar India staat trekt me Hongkong of zo lijkt me wel vet hoor. Maar India. China moet je denk ik wel een keer gezien hebben. Ja. Oh. Nee, maar de vader van Anne die komt nu even wel. Ja. Maar India of zo trekt me ook niet per se. Nee. Zou niet zo maar dat blijkt ook niet een heel veilig land zijn voor vrouwen volgens mij. Nee. Nou ja, en het is volgens mij zo overbevolkt daar. Ja, dat ook heel druk. Ik wil wel heel graag naar Afrika. Ja. Safari tour. Ben je er nog eens geweest? Oh, jij ik wel? Ook niet. Ja, dat weet je toch? Het is toch niet heel normaal dat je daar al mee geweest als je 22 bent? Ah, 23. 23. Hoe waar ben je dan geweest of zo? Waar ben je geweest? Zuid-Afrika een maand. Oh my god. Kaapstad. Weten jullie dit? Nee. Grap, ik ben een maand lang door heel Zuid-Afrika. Met wie? Ja, mijn ouders. Maar jij hebt zoveel leuke vakanties. Maar waren we toen al vrienden? Ja. Niet. Heel? Nee, dat geloof ik niet. Niet waar. Nou, dit is echt gekkigheid. Maar in ieder geval, dat was... Ik kan niet herinneren dat jij een maand weg bent. Ik maak geen grap. Kaapstad. De best ja? ever. Niet normaal. Daar kan ik echt zo wonen. Oh, ja, maar het is ook dezelfde tijdzone, toch? Ja. Hetzelfde tijdzone. En wij gingen in natuurlijk de zomerse
tijd van Nederland. Ja. En dan kom je daar in de wintertijd. Ja. En dat is niet een aanrader. Oh nee, nee. Nee. Dat klopt. Dat, want op een gegeven moment... Het seizoen is daar andersom. Ja, maar je wil, als je op vakantie bent, lekker op het strand liggen. Lekker ook het zonnetje meepakken. Wij hebben van die maand, denk ik, maar 3 dagen zon gehad. En nog steeds te koud om op het strand te liggen. Ja? Dus dat was wel echt dat is, ja, dat is dan wel jammer. Maar dat je krijgt ook, wel andere mooie dingen voor terug. Dat schijnt ook heel onveilig te zijn, toch? Ja, dat was ook wel zo. Willen jullie ooit een vriendinnetattoo nemen? Sorry, maar ik wilde het even niet om te Oh, weten. Ik wil dat wel. Maar nou, we hebben het hier, over gehad. Ja. Wij hebben het er wel eens over gehad. Zou ik wel willen. Ja. We waren 1 keer in Gersto, nou niet met het complete groepje. En toen wilde Saar en Nien per se een tattoo laten zien. Ja, nou, ik heb ze echt, waar. Ja. Ik heb ze ook echt... Ja, hier toch? Onder, hier. Onder de hier. Ja, echt de top. Ja, denk ik. Mag echt het meest erge. Oh, ja. We waren gewoon een beetje dronken over. Ja, we dachten, dit gaan we ik doen. Ik moest gewoon met man en macht hun tegenhouden om dat te doen. Nou, dat was echt... En ik werd gewoon vergek verklaard dat ik het niet wilde. Saai, ja, het was ook een saai. Smiley. Het was ook een smiley. Ja, je bent echt een pretbederver. Laat ons gewoon tattoo op ons lip zetten. En, oh, jullie zijn zo dankbaar. Nee, we hebben ja. Geen, maar dat zou wel vervagen na een tijdje, volgens mij. Mm-hmm. Dat was het, vervagen. En je ziet het niet. Je zit met je stoep van mijn gezicht. Het is zo droog. Ja. Alles vallen, dit is lekkerst. Oh. Dat saus. Wat is jullie favoriete sushi? Ik hou dus echt heel erg van zalm. Ja, ik ook. En ook van Philadelphia zalm. Dat vind ik zo vies. Oh, ik wilde dit er nog bij bestellen, maar ik dacht ja... Mag dat ook? Ik vind een sushi rol met een Philadelphia, dat vind ik echt een verkrachting van de sushi. Ja, het is echt heel barbaars, maar ik vind het zo lekker. Je houdt ervan of je haalt Nee, dat is echt zo'n... Ik heb het gevoel dat het niet heel vers is. Nee. Ik zag het net in de iemand zeggen. Want ik had voor van de week Mr. Sushi op en dat was echt verse rijst. Dat wordt wel lekker, maar het is niet gevoel. Maar misschien komt het omdat we in de middag halen. Maar iemand zei net, Sushi Point, heb je geen verse sushi of zoiets. Echt? Maar ja, waarschijnlijk is het wel vers gemaakt, maar die rijst denk ik niet. Maar zeg maar niet in een gebied waar je fucking veel keuze hebt. Nee, en ik denk dat het zo werkt dat in de avond maken ze natuurlijk heel veel. Ja. Dat gaat gewoon de koeling in en dan in de middag als wij dat halen gaat het gewoon weer uit de koeling. Dus het is niet net. Kijk, het zal allemaal niet slecht zijn, maar ik proef wel een verschil als dat wat ik van de week van Mr. Sushi had. Mm-hmm. Het is ook echt wel die rijst echt gewoon in je mond. Als je een keer echt goede sushi eet, dan dat is sowieso heel anders. Zijn jullie allemaal een keer naar Ken Sushi geweest? Ja. Nee. Ja, ik wil daar een keer heel graag heen. Was dat wat? Heel leuk. Ja? Jij was met Daan, toch? Ja. Ja, ik wil er ook heen. Dat vind je echt fantastisch. Mm. Wow. Auw! De smaken zijn zo bizar. Wat is er voor gebeurd? Ho! Ik doop deze gewoon bijna in mijn wijn. Nee. Dan gaat het niet goed. Kan ook. Nee. Ik ga iets heel gek doen. Zal ik een sushi in mijn wijn dopen? Nee. Net zoals die kaas. Ja, dat is toch grappig? Zal ik mijn sushi... Ja, van mij mag je. Ik doe gewoon een druppel maar. Ik hou je niet tegen. Ga ervoor. Geef die review. Ik hou van alcohol. Eet smaak. Ik hou van alcohol. Nou, 3-2. Snel even appen, Ann. Ik heb het ook gedaan. Wat doe je nou? En? Ja, zijn er. Ik doe het per ongeluk en hun douw dat ding er weer in. Dit is zo typisch. Ik doe jij het ook gaan doen. Ik mis wel mijn soja. Ja. Het laatste echt een leuke nummer ben met Coco. Ja, die was leuk, hè? Had ze goed bekeken? Ja. Ja, ze had ook echt zoveel leuke verhalen over eten. Mm. Ik vind dat zo interessant. Ja, maar zij weet het allemaal zo goed. Zij heeft daarvoor gestudeerd. Ja, waar zijn jullie het meest onzeker over? Oeh, stik bijna. Goeie vraag. Zo. Er zijn echt veel dingen. Je kan af en toe bij je uiterlijk onzeker zijn. Ja. Maar je hebt ook innerlijke dingen waar je onzeker over kan zijn. Natuurlijk. Ik heb niet iets waar ik echt mee loop. Waarvan ik denk, nou hier, dit zit mij zo dwars. Heel mijn leven of zo. Maar ik heb wel vaak ook denk van, oh, dat ik anders wil hebben. Lichamelijk bijvoorbeeld. Ja, ik heb dat denk ik meer. Ja, zeker. Maar dat komt in vlagen. Ja, ik zit daar niet heel erg mee, maar het zou het soms wel... Het enige wat zei ik net ook, dat mijn hele leven achtervolgt, dat mijn armen nooit slank worden. Ik heb altijd dikke armen. Maar dat zie je echt zelf. Maar ik zit ook in je hoofd. Ja. Hey. Ik heb altijd wel dikke armen. Dat is echt niet zo, Anne. Nee. Maar het zit dan in je hoofd. Ja. Ja. Maar dat gaat er niet meer uit. Dat is je eigen zelfbeeld. Ja, dat is de onzekerheid die je dus hebt. Dus je armen. Ik heb dat van mijn kont. Ik vind, ben echt... Ja, ik moet echt... Ik sport dus ook niet. En ik heb nog nooit iemand een negatief iets over jou kunnen zeggen. Nee, maar dat zit in mijn eigen hoofd. Dat zie je zelf, maar dat is helemaal maar niet. Niemand heeft ook de ruimte om even naar mij toe te komen en zeggen... Zo, die kont van jou ziet er niet uit. Nee, dat doet toch ook niemand? Nee, maar dat vind ik echt niet waar. Nee, zeg maar, als ik het had opgevallen, had ik het ook gezegd. Ja. Van, ja, maar zo weet je, ik ben ook content met mijn kont. Ja. Alleen, als ik zou sporten, zou ik beter zijn. Ja. Maar dat is, dat maar daar gaat ook heel veel tijd over. Ja. Dat geldt voor mijn hele lichaam. Ja, en voordat jij resultaat ziet met sporten, dan moet je 2 dagen in de gym zitten. En daar heb ik dus geen zin in. Ik kan het niet Dat hou je niet vol. Nee. Nou ja, op zich kan je het wel volhouden, maar moet je het echt willen. Ja. Dat moet echt je ding zijn. Of moet je iets vinden wat je... Ja, je moet echt met... Ik denk bij mij gewoon altijd mijn buik. Ik heb altijd het gevoel dat ik een dikke buik heb. Ah. Ja? Ja, gewoon altijd. Nou, dat slaat helemaal Ja, maar dat heb ik gewoon. Dit is zo meiden. Maar
te ja, ik wil grotere borsten. Ja, dat zag ik ook altijd. Ik zeg grotere borsten. Ja? Ja. Ook voor mezelf. Maar dit wist ik letterlijk allemaal wel. Ja, ja, maar ik ook. Maar ja, ik zou ze gewoon groot willen hebben van mezelf, weet je wel. Dat je gewoon niet... En hebben we ook iets anders. Dat is ook wel natuurlijk. Ja, dat is wel leuk geweest. Ja, ik had het gisteren, dat zei ik tegen jou. Volgens mij zei ik tegen jou. Ja. Dat ik altijd maar alles zeg wat ik denk. Oh ja. Zeg maar, en dat is echt vrij vermoeiend. Direct. Want je bent... Heel impulsief soms daarin wil, ja, ook. Soms wil je helemaal niet dat meteen zeggen. En nee, kan je er beter even een keertje over nadenken. Ja, maar dan zeg je het al en dan is het eigenlijk al een probleem. Omdat je het hebt gezegd. Ja. Maar dat zie je ook alweer. Ja, maar dat maakt jou ook aan. Ja, dat heeft ook voordelen. Ja, maar het heeft ook nadelen, maar ook voordelen. Ja, soms word je wel eens gek van jezelf. Ik denk, jezus, waarom ook daar weer zo moeten doen? Maar het is zeg maar niet echt een nadeel, vind ik. Het is niet per se dat je heel onaardig bent tegen mensen of iets. Maar dat vind ik een meer nadeel. Daar kan je niks aan doen, dat is echt gewoon kut. Maar dat is gewoon heeft voor- en nadelen. Maar direct is goed en te direct kan wel irritant zijn. Soms moet je even tot drie tellen. Ja. En denken, is het echt nodig om hierop te reageren? Ja. Waar ben je het meest trots op? Vind ik ook een leuke. Oh ja. Ja, echt onze vriendengroep. Wij zijn echt hoe zo omgaan. Belachelijk blij met elkaar. Het slaat nergens op. Nee, maar ik denk gewoon echt heel vaak dat ik denk, ik ben zo dankbaar gewoon voor de mensen die ik om me heen heb. Ja. Denk, ik heb gewoon echt mensen die om mij geven, waar ik het fucking leuk mee heb. Ja. Waar ik gewoon altijd naar uitkijk om mee te zijn. Ja. Gewoon, dat is zo waardevol. Ja, want het is ook niet vanzelfsprekend dat je zo'n groep om je heen hebt. Nee. En dat gaat ook niet vanzelf. En daar heb ik ook heel veel geluk mee gehad. Ja. Want als die avond toen wij elkaar ontmoeten anders was gelopen. Ik heb die apps van Bo teruggehaald. Ik ga het zo laten lezen, Nien. Ik was toen aan het roddelen over jouw vriend. Ja. Niet! Over Daan. Ik zeg, wie is Daan? Nee. Maar jij was dan? Met Bo, want Bo die ging naar jullie toe, maar ik kende jullie niet. Dus een pluis in. Maar dit was bij Daan in de tuin. Bij mijn vriend in de tuin. En zo is onze vriendschap eigenlijk ontstaan. Dus als ik die avond bijvoorbeeld niet was meegegaan, had het ook al heel anders kunnen. Ja, dat is misschien wat later gekomen. Ja, maar daarvoor heb ik natuurlijk ook alweer met... Zijn we ook met z'n drieën geweest. Dus dat is ook een soort... Ja, het is heel apart gelopen. Maar ja, dingen lopen zoals ze lopen. Ja, maar daarom, het was met alles wat zo moest. Ja, het is echt zo. We hebben het hier één keer over gehad in een video. En toen hebben we helemaal uitgepraat hoe we elkaar kennen. Maar Nina en ik zijn nichtjes. En ik ken hem van een middelbare school. Nina en Saar kennen elkaar via Nieuwkoop. Ja. We komen allemaal uit hetzelfde gemeente. Dus eigenlijk ken je elkaar. Wij hebben ook met elkaar in de klas gezeten op de middelbare school. We waren helemaal niet bevriend. Gewoon niet eens met elkaar gepraat. Niet eens. Nee. Gewoon niks. Zo raar. Ik heb een keer aan jou gevraagd. Wow, welke lippenstift heb jij op? Niet. Zelfde Teddy. Toen al influencer. Ah, wat schattig. Ben dat weet ik nog. Maar en waar ik ook echt heel trots op zijn, is als ik over drie weken mijn twee weken scriptie heb geleverd. En als ik het dan heb gehaald, dan ga ik echt gaan we echt een feestje bouwen. Zo. Dan gaan we daarna echt gewoon vlak daarna gaan we op vakantie. Maar dan heb je nog niet uitslag. Ik krijg twee dagen na onze vakantie de uitslag. Oh, dus hoef je op de vakantie, kan je even alles kan ik even lekker... Wat was je beste openingszin ooit? Oh god. Ik heb geen openingszinnen. Nee. Gewoon een leuke gesprek. Ik heb denk ik nog nooit een gast aangesproken. Ik wel. Ik doe dat altijd. Ja. Een gast die spreekt mij aan. Ja, houd dat op, man. Houd zo op, zo. Wat wil jij nou zo? Maar ze doen wel eerder ons aan... zeg je iets tegen ons? Zeggen overstoot. Ja. Ze zeggen niet eerder... Iedereen vindt jou toch een beetje eng om te bereiken of zo. Maar ze lopen nooit naar Stoof meteen toe. Zeggen altijd tegen mij, zo, die vriendin van jou, die is knap. Ja, altijd. Maar misschien vinden ze dan te hoog gegrepen. Dus ze denken, ja... Nou, dat valt echt allemaal wel mee. Maar ik kan ook wel een beetje intimiderend zijn, want ik kijk ook niet altijd even vrolijk. Nee, en je bent er ook niet echt mee bezig of zo. Nee. Maar als ik dan iemand zie die ik leuk vind, dan stap ik er... Ik heb dat... Maar wat zou jij een leuke openingszin vinden om te krijgen? Krijgen. Ja, dat is een hele. Ga je mee naar huis? Wat is je Snapchat? God, dat haat ik. Oh, vreselijk. Wat is je nummer? Wat is je Insta? Lach eens wat meer. Ja, oh. Dat zijn al de eerste, zeg maar, om een gesprek te beginnen. Ja, Ik denk dat een openingszin juist niet leuk is. Nee. Als je gewoon lekker elkaar tegenkomt en het gesprek start gewoon. Ja. Van, hé, wat zie je er goed uit? Of kom hier vandaan? Of, ik weet niet. Als je echt een openingszin hebt, dat je denkt van zo, dit is... corny. Vind ik dan is het corny. Kut eigenlijk. Ja, dat vind ik... Nee, we worden gefotografeerd. Nee, Hoe ziet jullie perfecte zomerse dag eruit? Oeh, varen. Op de boot op en eindigen in de jacuzzi bij Daan. Heel veel alcohol. Zwemmen, muziek, de hele dag. Van ochtend tot avond, de avond gaan pizza halen. Pizza eten op de boot. En dan in de jacuzzi afsluiten bij Daan. Ja, nee, en dan misschien nog even een kroeg in. Ja, daar ben ik wel te rozig voor. Ja. Ik heb wat koppijn als ik uit die boot op Dan ben je naar de kloten. Hoofdpijn van de zon en van de drank. Dat is echt niet normaal in de zomer. Helemaal verbrand ook. Ik heb nooit door. Nee, helemaal rood. Maar dit zijn ook de dit zijn zomersavonden die wij echt goed kunnen realiseren. Dit doen wij gewoon de hele zomer. Ja, dat is gewoon dat vind ik zo. Even lachen we naar Corinth. Moeten we echt lachen? Echt een luxe en een privilege voor wij letterlijk allemaal vrienden hebben die een boot hebben. Ja. En we hebben zelf ook allemaal een boot. En een leuk gebied.
Ja, dat is niet normaal. Ja. Je kunt heel veel mensen niet voorstellen. Nee. Dat je elke dag gevaar in hebt. Hoe zou je jezelf in 3 woorden omschrijven over elkaar zeggen? Leuk! Die vind ik leuk. Ja, dat vind ik ook leuk. Dus dan moeten we eerst Anna, ja. Dan Sophie. Dus oké, dus Anna in 3 woorden. Ik heb zoveel woorden. Moeten we allemaal 1 woord zeggen? Oké, enthousiast. Ja, ik wilde ook enthousiast zijn. Nee, want er zijn veel meer woorden. Nee, ik heb een ander die mij opkomt. Echt heel zorgzaam. Ja. Heel erg zorgen. Ja, ook dat heel erg mensen willen ophalen. En zorgen dat weet je wel, dat iedereen goed terecht komt. Ja. En bij jou kan je ook... Ja, en als het niet goed gaat, regel je. En dat zeggen mensen makkelijk dit. Nee joh, doe eens normaal. Ik weet niet goed. En het derde woord? Gangmaker. Gangmaker. Ja, de kroeg. Lekker, hup, die muziek aan. Anders is de gangmaker. Ja. Dat is niet normaal. Wat lief. Oké, Sophie. Laat maar komen. Levensgenieter. Je bent echt nu een levensgenieter. Ja. Sophie trekt gewoon om 1 uur 's middags, al zit ze in haar eentje buiten, gewoon thuis aan de scriptie, trekt ze gewoon een fles wijn open. Of een fles ik weet bubbles, niet of dat een leven is. Ja. Jawel. Jij bent echt zo. En ook gewoon altijd van lekker eten en zo. En, ja, ik vind jou ook een beetje chic. Klasse. Jij straalt zo'n klasse uit. Ja. Elegantie. Ja. Ja. Maar het kan ook een hele erge boer zijn. Ja. Je kan ook een soort van... Ja. Dat is leuk. Ja, je hebt 2 kanten. Ja. Ja. Het elegant, maar misschien van uitstraling meer elegant en van binnen meer boer. Ja. Zo. Maar dat is de perfecte combi zo. Heel erg. Dat vinden alle jongens wel het leukste. Wat lief. Ik ben een boer. Nou, wat lief. Nou, ik... Nuchter. Dat is geen zeiken. Niet zeiken. En heel fair. No nonsense. Heel eerlijk. Ja, heel eerlijk. Geef wel echt een mening. Straight to the fucking point. Ja. Daar kan ik me wel in vinden. Jij bent heel... Echt heel ondernemend. Ja. Ja? Ja, dat ben jij wel echt. Ja. Ondernemend. Zo zie ik mezelf dus helemaal niet. Wel, joh. Jawel. Nee. Maar niet alleen in je bedrijf, maar ook gewoon... je bent altijd onderweg, dingen aan het doen, dingen aan het regelen, dingen aan het organiseren. Ja. Ja. Wie is de mama van de groep? Anna. Nee, Bo. Oh ja, Bo. Maar Bo is de oma. Bo is oma. Bo is oma. Anna is moeder. Anna is zeg maar regelmoeder. Het is niet aardig om te zeggen of iemand die er niet bij is. Nee. Sorry, Bo. Nee, Bo, we weten. Je weet het. We love you. Anne is wel eerder iemand die zegt, nee, maar dat kan je echt, dat gaan we echt niet doen. Nee, of nee, maar toch is het rent. Toch is het gek, want ik heb zeg maar ergens een soort geen grenzen. Ja. Maar aan de andere kant kan ik wel altijd heel helder nadenken van, nee, maar Anne, Nina en ik, dat is niet een... schaamteloos. Ja. En nee, ook gewoon, er is geen grens meer. Nee, dit is gewoon schaamteloos. Ja. Echt alles doen, het boeit gewoon niet meer. Gewoon, en niet over nadenken. Anne doet het. Wij hebben dan iemand nodig die voor ons kan nadenken van, dat zou ik niet doen. Ja, dat is echt Anne. Anne kan zo dronken zijn als... Wat? Maar ja, die kan altijd nog scherp blijven. Ja, en als ik zeg, nee, we gaan nu dit gebouw af. Ja, we gaan nu dit gebouw af. Ik ren er gewoon af. Ja, maar jullie zijn ook wel extreem, hoor, daarin. Ik denk dat niet heel veel mensen dat zo... Jullie steken elkaar daarin nog heel erg aan. Ja. Daarom. Nou, het is echt... Je moet ons nooit met z'n tweeën op pad sturen. Nee. Ik kom met een kapot. Dat was letterlijk in Amsterdam. Ja. Wat dan? Ja, met die scooter. Ja, de relais, jongens. Relais. Oké, en Nien, moeten we nog... Of willen we naar de volgende? Nu nog. Nien. Heel lief. Ja, Nien nog. Lief. Lief. Zo lief. Ook, jij bent ook echt meisje. Ja. Maar ook weer heel erg boer. Ja. Het is ook weer een soort 2 uitsten. En Nina, je kan echt... Die is heel vriendelijk ook. Gewoon naar iedereen. En ze kan met iedereen overweg. Ja, met echt iedereen overweg. Ja. En Nien is ook heel nuchter. Ja. Nien is ook heel nuchter. Maar ik denk dat zeg maar echt weinig mensen iets slechts te zeggen over Nina. Niemand. Nien kan gewoon op jullie ook niet. Echt niet. Ja, ja maar wel. Anders. Ja, wel. Wij krijgen nog wel zorgen wat kijkjes zaggerijnen. De grootste dierenvriend. Ja. Ja, Nien is een dierenvriend. Mijn hond zit nu uit de sushibak te vreten en Nien staat op de opdoppen. Nee, liever een hond dan een baby. Nou, als je voor de rest van je leven nog maar 1 ding zou mogen eten, wat zou dat dan zijn? Pasta. Ja. Nou, ja? Pasta is wel hoog gestegen bij lijstje, want het was echt eerst... Ja, eerst vonden wij dat het vervelend dat zij altijd pasta. Hoezo altijd dat? Ik ben het zo lekker te vinden. Maar je kan zoveel manieren pasta maken, dat is wel echt waar. Prikselsalade. Ja? Dit vind ik er zo dit vind ik zo specifiek en raar. Je gaat echt niet voor de RS dat Griekse salade willen eten. Dat is zo lekker. Dat kan ik oprecht elke dag eten. Maar dan een goede Griekse salade. Nou, ik hoop dat we echt... Met feta en ui en olijven en komkommer en tomaat. Het is echt heel lekker. Nou, dat vind ik fijn voor je. Ik geloof het, maar dan ga ik voor de rest van je salade... Van je salade. Van je leven eten. Nou, dan Caesar salad. Ook lekker. Jezus. Ja, maar ik ben niet zo... Ik hou van alles. Ik kan er niet kiezen. Nee, ik kan ook niet. Ik heb oprecht... Ik zou niet 1 ding voor altijd in mijn rest van mijn leven kunnen eten. Zou ik heel depressief worden. Ja.
Dat sowieso. Maar iets wat ik iets wat je elke dag kan eten. Ik kan sushi niet elke dag. Oh, elke dag. Nee. Koffie bonen. Ja, als ik er ook ik heb denk letterlijk geen grotere liefde voor iets als koffie. Nou, wat eten wij elke dag aan tijdens onze lunch? Een gekookt eitje. Een gekookt eitje. Ja, dat kan je echt elke dag eten. Ja, maar dat kan je niet opleven. Nee, maar dat kan je wel elke dag eten. Maar dat eten we wel elke dag. Ja. Ik moet alleen nog even bij jou een outfit uitzoeken zo meteen. Oh ja. Ja, morgen lekker naar lentekabinet. Wat doen jullie eerst? Make-up, haar, outfit of andere volgorde? Make-up als eerst. Daarna haar, ik daarna outfit. Eerst outfit. Ja, ik ook. Dan make-up en dan mijn haar. Nee, want een outfit staat nooit mooi als je make-up. Ja, maar jij kan je niet inbeelden hoe het staat. Nee. En ik heb altijd make-up op mijn kleding. Dus ik moet eerst mijn outfit aan. Mijn haar naar voren. Zo. En dan shirt erover. En dan is dit mijn bescherming. Ja, oké. Okay. Maar het verschilt bij mij ook wel een beetje per keer. Ja, je outfit in ieder geval super voor Joy, moest jij even een make-upje opdoen. Zo, maar toen had ik een kater. Ik dacht echt dat ik die dag niet zou halen. Mm. Maar ja, 4x4, hè? Ja. Wie heeft het meest zelfvertrouwen? Wacht, dat staat hier. Oeh. Oh, dat is leuk. Nou, ik niet. Saar. Ja, ik wil Anne zeggen. Nee, ik denk Saar nog meer. Ja, maar hoe jij maar Anne... filmpjes maakt en zo. Ja, maar dat kan je echt niet wel zomaar, hoor. Anne ook wel, hoor. Anne en Saar. Ja, ik denk Anne en ik. Ja, Nien, we moeten nog even spice up the game. Ja, maar Anne en ik, als je bijvoorbeeld ook kijkt naar een outfit kiezen, zijn wij snel klaar. Ja. Wij zijn gewoon, dit is het, we rocken hem gewoon en niet moeilijk overdoen. Ja, dat hebben wij best. Ik heb best wel ook dat ik heel erg weet hoe ik het wil. Ja. Dat ja, is ja, heel ook. Erg. Ik ook. En dan denk ik ook heel vaak met dingen, dat ik doe het liever zelf. Want dan irriteer ik me al aan hoe iemand anders het doet. Dat is vooral heel erg op zakelijk gebied meer, hoor. Maar dat vind ik zo irritant. Dan dat denk snap ik weet gewoon hoe ik het wil. En dan moet het gewoon zo gaan. Ja. Ik denk dat het is. Dat je als je heel goed weet wat je wil, en hoe ben je ook dan zekerder, denk. Omdat je gewoon achter je keuze staat. Voor de rest ben ik niet super... Ja. Ik ben eigenlijk nooit echt onzeker geweest, man. Wat vinden jullie... Ja, ik ben wel heel onzeker geweest toen ik in de puberteit zat. Thomas zegt weer een sushi mukbang. Ja, toch. Dat moet ik. Wat vinden jullie het mooiste aan elkaar? Oh, dat vind ik leuk. Wat heb ik eigenlijk allemaal leuke vragen? Nou, ik vind jullie echt allemaal zo mooi. Ik vind bij Nina alleen haar ogen. Of haar haar. Of zijn lichaam. Nee, de ogen. Nien is gewoon echt de knapste. Ja. Ik vind mijn haar zou ik echt... Dat is mijn onzekerheid. Ja. Zo, nu komt het ineens je bent altijd bezig met dat kuthaar. Ja. Het is ook echt letterlijk kuthaar. Nee. Ja, maar je hebt heel lastig haar. Ja. Ja. Je moet gewoon veel moeite doen. Maar het zit altijd goed, maar je moet wel veel moeite doen. Nee, bij Nien is het eerste wat er aanspreekt is gewoon die felblauwe ogen. Ja. Prachtige ogen. Mooi lichaam. Is dit nou weer? Maar ook een mooi gezicht. Maar jouw lichaam is ook echt wel, joh. Jij loopt helemaal zo. Dat is gewoon echt een droom. Dat zit er in ons. Dat is echt mijn grootste onzekerheid, hoor, mijn lichaam. Nee, want je bent wel zelfverzekerd om het op Insta te posten. Ja. Dus het boeit je ook niet. Nee, boeit me ook niet. Nee, maar als ik... Ja, ik ben er wel heel tijd... Ik ben er wel de hele dag mee bezig. Wie geen vriend hebt, doe er ook niet altijd. Marky is back. Marky is back. Nou, pak maar wat je wil. Hij houdt hem niet van sushi. Nee. Hij vindt het er gewoon leuk uitzien. Ja, dat is zeker, ja. Nou, we gaan nu het mooiste aan Sophie zeggen. Oh ja. Oh, dat waren we aan het doen. Nou, dit is dus letterlijk hoe onze dagen eruit zien. Oh, dit is heel cringe. Hebben we nog... Sorry, gewoon haar hoofd. Oh. Gewoon haar gezicht. Ja, het compacte... Gewoon het complete hoofdplaat is gewoon de perfecte vrouw. Als je denkt aan een perfecte vrouw... Jij bent gewoon een model. Ja. Nou, lief jonge dames. Pappels. Anne, ogen. Groene ogen. Ja, als je dan ook groene shirt aan hebt, zo, dan komen ze nog beter maar ook, uit. Hoe kan mijn wijntje op zijn? Ik vind het nu ook zo mooi met je haar. Spreken ze zo erg. Ja. Donker haar staat echt goed. Eerst wat iedereen zegt over mijn haar. Zo, nu vallen je ogen echt op. Ja. Ook al ik zie het zelf springen echt eruit. Nee, maar het is echt zo. Ze springen er echt uit door die contrast misschien. Ja. Zo opeens gaat het baaien. Ja. Wie kan de hardste boer laten? Ik. Nien. Oh nee, zo. Nee, niet op commando en zo het hard. Ja. Ja, dat zeker niet voordoen. Nee. Ik kan het echt niet op commando. Dus. Ik kan ook gewoon op commando, hoor. Ja? Hebben jullie een favoriete serie? Ja. Homeland. Ja. Vind je Homeland leuk? Nou. Heb jij dat gezien? Nee, ja, ik ken het wel een beetje. Ik ken het niet.
beste serie ever. Vampire Diaries, doei. Ja, maar Vampire Diaries is gewoon... Vampire Diaries is gewoon best van dat is gewoon de beste serie die bestaat. Maar klaar. Vampire Diaries heb ik dus nooit gezien. Ja, maar je moet het ook eigenlijk toch... Had je het ook een paar jaar geleden moeten zien. Ja, dat snap ik. Maar niemand zegt dat tegen mij. Nee, maar je kan toch steeds kijken. Ik ben nog steeds... Ik heb die serie denk ik 5 keer gezien. Maar wij gaan... Sarah en ik gaan naar Mystic Falls. Ja. Vind jaar. Ja. Nou, wat? Mystic Falls. Het bestaat echt. Ja. Wat is dat? Ja, dat is waar Vampire Diaries... Waar het allemaal plaatsvindt. En dan gaan we naar Mystic Grill. Prison Break vind ik ook wel leuk. Ja, Prison Break is leuk. Outlander vind ik leuk. Oh, die wacht. Trouwens, ik vergeet helemaal mijn allerleukste serie ever. Die heb je vader laatst ook nog gekeken. In 1 stuk uitgekeken. Weet ik wel. Game of Thrones. Game of Thrones. Nee, die vind Game ik Game of Thrones is zo leuk. Ja, ik ben daar zo begonnen. Maar het lukt me niet. Suits. Ja, Suits is ook leuk. Stel ook net, wat is jullie type qua uiterlijk? Nou, daar ben ik echt van afgestapt. Ja. Maar ik weet niet of ik echt een uiterlijk qua type heb. Het is meer uitstraling. Ja, het is echt verzorgd. Wel een beetje verzorgd. Een leuke lach. Ik hou wel. Ik val wel een beetje op Hollands. Of dat nou blond of lichtbruin of... Maar gewoon best wel typisch Hollands. Heb ik ook wel. Outer Banks heb ik ook al afgekeken. Oh, Outer Banks! Zo. Nou, ik denk ook echt dat iemand, als iemand heel leuk is, wordt hij meteen ook aantrekkelijk. Ja. Maar jij hebt volgens mij wel altijd gast gehad met bruin haar. Ja. Oh nee, inderdaad. Echt niet blond. Jij ook niet mijn type. Nee. Ik ook. Maar daar ben ik wel van afgestapt, dat bruin haar. Want het zijn ook heel vaak toxic mannen met bruin haar. Klopt. Maar ik heb gewoon nog nooit... Uitspraak, zo. Nee, ik heb zelden gehad dat ik een blonde jongen zag en ik dacht echt... Ja, ja maar oké, okay, niet echt. Maar zijn we altijd een soort lichtbruin? Dit loopt zijn helemaal uit. Goudklauwen. Dit ga ik eruit knippen. Ik zit iedereen over één kant te scheuren over... Alle bruine haren zijn toxic. Dit is niet waar. Dat neem ik terug. Ja, maar wij vallen altijd blond. Wij ja, maar het is echt donkerblond. Ja, oké. Gossip Girl. Die heb ik echt al 4 Gossip Girl! Ja, dat ga ik even weer opnieuw kijken. Ja, niet weer. Dit is al de 6e keer. Ja. Maar ik heb altijd gewoon... Dan ga ik die kun je gewoon aanzetten. Nee, ik heb mijn allermeest favoriete serie ooit. Dat is Friends. Ja? Dat Friends vind ik helemaal niks. Is mijn favoriete serie heel cringe ever. Nee, ik vind dat zo... Ja? Ik kan het elke dag kijken. En ik kijk nu... Ik heb hem net afgekeken, kijk nu weer opnieuw. Welke namen zouden jullie elkaar geven als jullie elkaars namen niet zouden weten? Zo, daar ga ik even over nadenken. Sophie. Nee. Ik vind jou ook wel een... Pas op. Nee. Maar je kan zeg maar nu bijna niks meer zeggen dat iedereen om je heen Ik kan het wel bedenken. Ik kan wel iets bedenken. Ik vind jou ook wel een Pip. Echt? Pip? Ja. Oh, ja, maar het past wel. Ja, stel dat je Pip zou eten, zou wel leuk zijn. Ik zou eigenlijk Maggie eten. Ja. Oh, ja, Maggie. Dit vind ik echt bij jou passen, Maggie. Ja, mijn moeder baalt er ook wel van. Dat niet Maggie is geworden. Mijn moeder baalt er ook. Ja, die baalt zo. Ik vind jou wel Fleur. Nee. Nee, dat vind ik niet leuk. Nee, maar dat maakt wel... Ja, alsof een Pip... Ja. Een Fleur? Charlotte of zo. Charlotte. Ja, Charlotte. Mijn moeder wilde me Charlotte noemen. Ja. Dat is echt zo. Ja, houd toch op, man. Hoe kan dat? Hoe zou jij dat? Dat heb je wel eens verteld. Dat weet ik. Niet zo. Nee, dat jij het niet weet, vind ik echt jammer. Je jongensnaam, ik bedoel mijn naam. Ja? Ja. Ik zeg het maar. Joy. Joy! Oh, ja. Joy ja. Heeft gestaan. Jij bent ook wel een Joy. Ja, ik vind je ook Joy, Pip. Ja, we hebben Sarah niet. Nee. Het regent. Ja. Niet. Maar we blijven hier denk ik wel. Jij bent zo'n ongelofelijke Sarah. Ja? Ja. Jij bent gewoon Sarah. Ja, dat is echt gewoon zo. Ja, of een... ik was eigenlijk... wilde mijn ouders me eerst Luna noemen. Oh. Eerst zou ik Luna Sarah heten. Toen ik geboren zei ze nee, het is gewoon Sarah. We houden het gewoon simpel. Luna Sarah is ook echt leuk. Ja, ja, een mooie naam. Luna Sarah ook heel jammer. Ik echt balen. Leuk. Vallen wij weleens op dezelfde jongen? Hebben we nooit gehad onderling, toch? Dat we echt dachten van... Ja, of stiekem. Ja, oké, okay, maar niet echt van, nee, oh, we ontmoeten één jongen en dan willen twee mensen daarop. Nee. Het lijkt me ook gewoon, nee, dat echt niet gebeurt. Maar ook het moment dat ik weet dat met dat jullie gaan, is het voor mij al meteen een soort... Ik kan het niet eens meer zo zien. Nee. Bijna familie gewoon, ja. Vind ik dan. Het zou ook heel veel drama veroorzaken. Ik denk dat je vriendschap dan ook echt wel een soort deuken. Ja, dan vertrouw je iemand niet meer. Ja, maar je moet nooit een jongen tussen je vriendschap laten komen. Dan zou ik als vriendinnen zijn en zeggen, joh, laat hem wat. Ja, we laten hem gewoon allebei. Doei. Leuke gast, maar er zijn zoveel vissen in de zee. Tips voor neppe vriendinnen. Oh, uit je leven. Uit je leven verwijderen. Daar moet je niet mee omgaan hoor. Nee. Wij zitten op een leeftijd dat we ook mensen waar we geen energie van krijgen, die niks doen. Ja, dat we daar gewoon niet meer mee omgaan. Dat je daar ook niet meer je energie in stopt. Het is allemaal goed dat ze er, en ze mogen er zijn en we zijn ook niet onaardig, maar je steekt je tijd in de mensen die je energie teruggeven. Ja. Je baan, je hebt school, alsof je mega veel tijd hebt. Ik heb niet elke dag de tijd om mijn aandacht om met iemand te zijn of iets. Dus als ik met iemand ben, wil ik gewoon met een leuke groep zijn. Ja. Nou, Allah. Amen. Amen. Het gaat regenen. Ja, het gaat regenen, het regent echt fucking hard. Ja. Maar we zijn in Nederland, hè? Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ja. Oh ja, die gaan lekker een wijntje drinken nog verder. Nou, niet van zonnetje. Als jullie het leuk vinden, gaan we vaker doen. Maar ik weet wel dat ik het niet leuk vind. Gaan we gewoon vaker doen. Geen keuze. Dit is weer zo mooi. Duimpje omhoog. Abonneer, volg.